knuffels. Nou, is, improviseren is ook een beetje reageren op elkaar. Daar moet ook een beetje logica in komen. Nou, had u gisteren ook zo'n mooie regen bij? Ja, dat was een heftige, hè? Nou, die gaan we nadoen. Dat is leuk. Kom. Ja, nee, ik moet even... Kijk, als een regenbuitje begint, dan is dat zo'n miezertje, hè? Zo'n klein miezertje. Nou, volgens mij, als u allemaal dit doet... Ik weet het niet. Nou, is dat een mooi begin? Mooi, hè? Kijk, oké. Nou, stop je maar. Dan de volgende etappe van zo'n regenbuitje, volgens mij, is als we gewoon lekker met de vingers gaan knippen. Heel zachtjes. Doe je dit zo? Hoi, druppeltjes? Hoi, druppeltjes, hè? Ja. Ja. De volgende stage van de regenbui is dat we heel langzaam aan, zachtjes, op uw knieën slaan. En dan kijkt u steeds harder tot het een beetje zeer gaat doen. Dan regen wij nog niet. Mooi, hè? Goed zo. En de volgende etage, dan gaat het echt goed mis. Nou, dan gaan we eens proberen. Kijk, nu is een beetje muziek maken is zo van, ik geef het allemaal aan. Nou, dat ga ik dus niet doen. Dus we beginnen gewoon met etappe 1. En dan ergens in die groep. Als die denkt van nou, dit regenbuitje dat duurt al lang genoeg, dan begint er iemand te knippen. En als er iemand begint te knippen, is dat zo langzaamaan, hoeft u niet gelijk allemaal te gaan knippen, maar nou, zo langzaamaan denk je nou weet je wat, dan ga ik ook eens knippen. Zodra we dan die knip hebben gehad en iemand denkt nou, dit heeft al lang genoeg geduurd, dan begin je op je benen te mappen. En dat horen die anderen dan ook en die gaan er meedoen. Op een gegeven moment ga je stampen en weer terug. Dan maken we even zo'n molletje. Dat is een beetje de basis van improviseren. Zo naar de ander luisteren en een beetje meegaan. Nou, dan begint er maar. Succes ermee. Thank you.
heel mooi moment.